Hallo, met Ersin Kiris. Hallo. Goedemiddag. Ik doe onderzoek naar het fenomeen gigolo's. En ik vraag mij af of ik bij jullie zou kunnen solliciteren. Ja. Met wat foto's en wat persoonlijke informatie. Ja. En dan krijg je binnen enkele dagen antwoord van ons. Hi, welkom. Dank je. Zullen we hier even gaan zitten? Oké. Okay. Je was een foto van mij aan het bekijken, zie je? Ja, dat heb je goed gezien. Even nog voorbereiding. Goed, Ersin. Ja. Bedankt voor je mail met foto's. Van waar heb je je bij ons gemeld? Ik zou me wel eens een keer willen aanbieden. Ik vraag me af of er een markt voor mij is. Je bent nieuwsgierig? Ja, ik ben nieuwsgierig. Ik ben eigenlijk vooral nieuwsgierig. Ja. En ik zag dat je nog een cursus kan volgen en er één kan worden. Een cursus? Ja. Dus ik heb wel enige opleiding eigenlijk. Ik zit nog in het proces, maar... Mm-hmm. Gigolo zijn, dat het meeste wat je moet kunnen en kennen, wat je moet hebben... Het is niet trainbaar. Dat zijn gewoon dingen die je, die heb je. Ja, je eigenschappen, zoals je uitstraling is en hoe je naar vrouwen kijkt, wat je visie is. Dus je bent het of je bent het niet? Daar komt het voor een groot deel op neer. Er zijn maar heel weinig dingetjes die trainbaar zijn als je een goede gigolo wil zijn. Het is bijna niks. Kan het zijn dat mannen meer echt uit zijn op seks en voor vrouwen het toch meer een avontuur is en een beleving? Vrouwen die een gigolo boeken... Die willen ook altijd seks. Oh. Dus er is ook een fabeltje, want dat hoor je ook wel eens een keer. Van avondje uit, dinner date, doe maar. Komt ook voor, maar niet alleen. Hey, even vraagjes, heel kort. Ben je hetero of ben je bi? Ik ben hetero. Oké. Okay. Ben je naar parenclubs geweest? Parenclubs? Ja. Nee. Weet je wat het zijn? Ja, ik heb het er wel van gehoord, maar niet geweest. Nooit van dichtbij gezien. Geen ervaring? Nee. Okay. Heb je wel eens trio's gedaan? Heb je wel eens seks gehad in een ruimte met meerdere mensen die seks hadden? Met meerdere mensen tegelijk? Toeschouwers? Eén keer, ik heb het één keer gedaan. Wat we zouden kunnen overwegen, en ik zit er even hard op te denken, dat is bijvoorbeeld een profiel op de site, voor jou. Mm-hmm. Dat we zodra er een concrete aanvraag voor je komt, dat we inderdaad die... klant, dan informeren over een stukje achtergrond. Nou, ik heb een afspraak met ene Sylvia. Zij maakt wel eens gebruik van een gigolo en wil me daar alles over vertellen. Alleen als het onherkenbaar is. And then I say goodbye to your whispers in my dream. Hi, hallo. Hallo, Ersin. Hi, Sylvia. Ik ben echt blij dat je er bent. Waar moet een zo'n man aan voldoen voor jou? Het moet in ieder geval een mooie man zijn in mijn ogen. Een mooie man? Een mooie man, ja. Maar wat is een mooie man? Lang of jong, oud, kort? Ja, ik hou van lang, een beetje breed, een echte man. Niet te jong. Dat klinkt als de perfecte man. Ik zou denken, daar ben je dan gelijk een relatie mee. Ik ben niet op zoek naar een relatie. Ik ben juist op zoek naar... Nou, je betaalt iemand om weg te gaan en niet om te blijven, zeg maar. Echt waar, zo zie je het? Ja. Ik wil niet dat iemand mij de volgende dag nog belt of sms't of dat het verplichtingen met zich meeneemt. Dat is niet wat ik nu op zoek, naar op zoek ben. Ik zie dit iets als een, als ik wat centjes over heb en tijd over heb, dan ga ik mezelf lekker verwennen. Een paar keer per jaar, niet zo vaak. Hoe ziet zo'n verwendag eruit voor jou? Meestal spreek ik dan af ergens waar je inderdaad aan de bar wat kan drinken. Daarna gaan we een hapje eten. En dan meestal eindigt het toch boven ooit in de slaapkamer van een hotel. En jij betaalt alles? Ja. Een betaalde man, is dat beter dan een man die je ontmoet in een kroeg? Zo iemand weet dat hij betaald is om mij die avond naar mijn zin te maken. Dus hij zal daar zijn best voor doen. Ook wat hij tussen de lakens betreft. Het is natuurlijk de bedoeling, dat is een samenspel. Dus dat we het beiden nog een zin hebben. Maar
toch ben ik de hoofdpersoon. Het is een full package. Je gaat voor een leuke avond met een leuke man, lekker eten, heerlijk ontspannen en dan die spanning ooit van de seks ook nog erbij. Het is zover. Ik word aangeboden op de escort site van TMC. Al mijn sterke punten opgesomd onder mijn profielfoto. Erwin noemt me Newton, mijn pseudoniem als gigolo. Zou er iemand zijn die mij wil bestellen? Als een pizza. Ik heb gemengde gevoelens, maar ik hoop toch stiekem op deze unieke ervaring. Erwin, de menscompagnie, goedemiddag. Hallo Erwin, met Ersin. Of sorry, Newton. Hey, goedemiddag. Hey. Hallo. Wat hoor ik nou? Ja, zeg dus, wat hoor je? Ben ik geboekt? Er is wel een aanvraag voor je, een concrete aanvraag voor jou. En wat betekent dat dan? Vraagt dan iemand van, nou, wat kost die en hoe werkt dat? Ja, min of meer wel. Ik moet eerlijk toegeven dat mijn ego wel is gestreeld. Is dat zo? Ja, echt waar. Nou, daar ben ik blij om. Hallo. Hi. Wow, een aangename verrassing. Ja, dankjewel. Voor mij ook. Ja. Zullen we naar de loungebar? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou, leuk. Het lijkt wel een foto. Ja? Ja, zeker wel. Wat gaan we doen vanavond? Je gaat wel heel snel. Nou, laten we eerst even het zakelijke gedeelte afsluiten. Mm-hmm. Dan kunnen we daarna gezellig doen. Oké. Okay. Nou, het is dus zo dat tot zover alles, ons gesprek, dat is allemaal zo'n gratis. Mm-hmm. Maar mocht je meer willen, mm-hmm, dan is dat, gaat het je €400 kosten. Voor de eerste 2 uurtjes. Oké, okay, jij durft. Het vind je duur? Ja, dat ligt aan wat ik ervoor krijg natuurlijk. Hè? Ja, oké. Okay. Maar je hebt wel eens een date? Ik heb wel eens een date, ja. Ja? Ja. Ik dacht, nou, af en toe geef ik mezelf een cadeautje en dan wil ik daten met een man die ik uitzoek, zeg maar. Ja. Dus dan, ik dacht, dan ga ik maar weer naar de Men's Company en dan ga ik daar gewoon even kijken wat voor mannen er weer op staan. Dus toen dacht ik, die is het voor vanavond. Een beetje snoepjesfabriek, zeg maar. Ja, lekker zijn snoepje kiesje uit. Mm. En nu ben ik een beetje de baas. Ja. Klein beetje. Ja, voelt dat zo voor jou? Nee, maar wel dat ik zelf kan bepalen tot hoe ver ik kan gaan, zeg maar. Kun je mij heel even excuseren? Eigenlijk niet, maar je vraagt het zo lief aan me. Ik ben zo terug. Ja, oké. Okay. Ja, dit begint wel heel echt te worden allemaal. Je moet echt even een sigaretje roken. Dit is mij iets te echt. Zo, ik heb je gemist. Ja? Ja. Duurt het lang? Vreselijk. Ik dacht, hij is gevlecht, dacht ik. Nou, ik moest even een sigaretje roken. Ja, dat dacht maar ik al, ja. Waarschijnlijk ruik je dat ook wel. Het is heel ongezond, weet je dat? Ja. Nou, eigenlijk zijn we op het punt beland, mm-hmm, dat ik je de cruciale vraag moet stellen. Oké. Okay. Wil jij hier vervolg aan geven? Het lijkt een soort aanzoek, als je het zo aan me vraagt. Ja, misschien is het, ik zeg het misschien niet zo zakelijk, maar... Dan zeg ik ja. Ik zeg ja. Dan zeg je ja? Ja, we gaan door. Oké. Okay. Goed? Ja, goed. Of jij moet zeggen van, ik kan het niet aan. Nou, ik neem nog even een slokje. €607. Ik zou zeggen, laten we de deal maken, ja, mm-hmm, dat ik jou een massage geef. Ja. Ja, en daar houden we het bij.
En dan, ja, dan 50 euro. Massage. Deal. Ja, deal? Ja, deal. Oké. Okay. En als ik nou toch meer wil? Ja, dan heb je pech gehad. Kunnen we even wachten met zoenen? Eén? Eén. Oh, je bent wel echt een tijger jij. Mm-hmm. We zouden het houden bij een massage. Ja, maar masseren en zoenen hoort bij elkaar. Nee, dat hoort helemaal niet bij elkaar. Heb ik in de boeken gelezen. Oké, dan hebben we niet dezelfde boeken gelezen. Je bent absoluut aantrekkelijk, maar ik kan dit gewoon niet. En als ik nou 400 euro neerleg? Zou je dat doen? Zou je nu gewoon 400 euro neerleggen? Ja, ja, echt waar? Weet je het zo graag? Ja. Ja, je bent ook wel heel sympathiek, moet ik eerlijk zeggen. Dus? Dus? Nou, ik zou zeggen, laten we het toch houden bij een massage. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. Ik heb nog één kus. Nou, oké. Okay. Eentje dan. Eentje? Ja? Oké. Dat was de beste. Ik moet even mijn gedachten ordenen, zeg maar. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen, man. Ik schrok me dood van die vrouw. Ja, op een gegeven moment lag ze daar gewoon in lingerie en ze heeft echt alles uit de kast getrokken om me zo ver te krijgen. Maar ik kon het gewoon niet. Ik was ook zo zenuwachtig. Ik ben geen gigolo. Ik ben echt geen gigolo. NTR, speciaal voor iedereen.